Weet je, je zijn nog eens een keer voor Final Fantasy 3 dat ik 100% doen gaat doen, toch? Ik ga er zeker van maken dat 69 parts heeft. Doe het niet. Dus, doe niks expres, alsjeblieft. Natuurlijk niet, I'm kidding. Ik weet niet, soms weet ik het gewoon niet bij jou, oké? Jij hebt veel te veel shit uitgeproot in je leven. Faye? Dat is ook een religious zealot. Ze is vol of shit, though. Maar ja, Junon is eigenlijk de hoofdvijand deze route. Oh, nice. Maar ja, Junon... Hey, je hebt nog één kans op te leven. Ik geef je 10 dagen om jezelf voor te bereiden voor deze tournament. Die ik heb bijgehouden. Nee. Junon denkt dat zij eigenlijk de goede Rick is, alleen... we gaan er later over praten wanneer we tegen haar vechten aan in de laatste ronde. In Sekiro vanaf hier is het al duidelijk dat haar like just as twisted as fuck is. Ja. Fang, drink het niet. Don't be tempted. Fang, you're the mother. Do it niet. Ik denk dat Sherman iets anders wil vertellen daarover. Dit ziet er zo raar uit, Fang met een glas wijn. I'm now one of the aristocrats. Aristocrats. What is a man? Invisible little pile of secrets. No, enough talk. Let's fence. Have at you. What a fucking toss. I know, right? This is a fucking toss. De wijn is niet geanimeerd, dat voelt zo raar. I know, right? Dat laat me denken bijvoorbeeld op een YouTube video. If you scream, I suffocate you with my chest. Wel, dus Fang wordt gemaakt dood. Wie had dat verwacht? Ah, oh, een super scene. Wat?
Ah, ja, het was allemaal een truc. Weet je nog dat Harley de dood in heeft getopt gedaan? We hadden dit gepland. Jerome, ik heb nu de wijn gedronken. Nu is het jouw beurt om je tits in mijn gezicht te doen. Ah, fuck. Dus ja, de wijn geeft je sowieso meer kracht. Maar dan word je ook vergiftigd. Alleen met de antidote krijg je alleen de kracht. Man, dit is de perfecte fucking truc. Dit is like fucking. En waar gaat Frank het allemaal verspillen? Motorboarding en hartitis. Why? Wel, ze heeft het beloofd. November? Ja. Ik denk een beter ding. Dan kijk, eerst het deal en dan pas de murdering. De eerste deal van de murdering. Maar sommige mensen hebben liever eerst de murder en dan de rape. Nee, listen. Die kan niet murder en dan rape hebben. Dat is necrophilia. Ja, dat is het punt. Want sommige mensen zijn het into that. Dat is nogal raar. You only want the motorboat and then we'll beat you up because of the shit you did to us. Maar ja, dus we hebben nu de tweede team. En we zijn allemaal resistant to wind aanvallen. Maar dan weet je dat fucking aanval iets doet, is zo fucking cool. Ja? De windaanval, wat een fuck is. Zo ja, Jace, wie raad je aan om eerst te vermoorden? Ik zeg het Junon alleen omdat zij een multi aerial effect skill heeft. Want die andere gast, was het mooi? No way. Heeft niks anders. Well, like alleen single target of niet? Niks gedeeld. Ja, hij heeft alleen maar single target. Wat toch? Ik wil het niet vertellen, maar het zijn spoilers. No way. No way. Eggman Empire. No way. No way, Eggman Empire. Fuck, there was één fucking like crap daarmee. Een of andere anime waar ze dan zeiden, was het anders. Maar ze zeiden gewoon no way. Wie tenminste lijkend op dat. Het was geen olé. Daar ben ik zeker van. Nah. Ik kan niks bedenken. Whatever, just kill her. Nee, deze twee kunnen best wel moeilijk zijn dan, want Junon heeft gewoon heel veel aerial effect skills, maar zij heeft ook heel veel wind aanvallen, dus als je gewoon wind resistance op je doet, is er geen probleem. Huh. Weet je, ik ben toch... Ik ben toch niet te vergeten dat ik gewoon groepen aan analysis heb. Maar ja, dit maakt niet zoveel uit, ze hebben niet veel HP. Dat is vooral, en... Er staat geen zwaktes op, of wel? Moet je dat voor jezelf uitzoeken. Nee, ze hebben geen zwaktes, als er geen zwaktes op staan... elementen halen, zwaktes staan er altijd, dus je weet niet, als er staat 0, dan hebben ze echt wel zwakte niks. Wapenzwaktes, ja, dat moet je zelf uitzoeken. Let's see. Ja,
weet, is de enige keer dat tegen Genoa vecht volgens mij. Dus is er nog één gevecht. Maar ik denk dat dit de enige keer is. Ah, ze zetten wateraanval. Cool, EOE-aanval in dat geval. Hè. Is dat een EOE-aanval die jij ook kan doen? Nee, like, ik bedoel gewoon in een cirkel EOE daarmee. Ja, Marianne kan het doen met Sai met een windaanval. Je merkt dat Fangs like, verwijs ja. Helpt door de neem ik je help clipt. Ja, het is geweldig. Fucking damn kid up. Serieus de beste fucking equipment ooit. Ja. Het is gewoon een kostuum toch? Heeft geen andere benefits buiten dom uitzien. Ik weet niet of het andere benefits geeft eigenlijk. Sommige kostuums geven benefits namelijk. Ja, bijvoorbeeld er was één niet kostuumdeel. Tenminste, meer, wat was dat weer? Ja, het waren kostuums en GPU's. Die dan hele hoge like, elektriciteitsweerstand gaf in ding. In Victory 1. Ik wil eigenlijk soms hebben dit spel. Is like, je hebt zo'n grote groep, maar je weet niet wie is waar. Zonder dat iedereen dezelfde paarse aura heeft. Ja, kan die aura uitzetten? Ik denk het niet. Het zou een goeie zijn als ze dat konden uitzetten. Yes, dan is het minder cool. Oké, dan tenminste uitdimmen, dat niet zo obnoxious is. Maar yes. Mijn probleem is meer dat het allemaal dezelfde kleur is, zal allemaal andere kleuren kunnen gebruiken. Laat me eigenlijk aan iets grappigs denken. Zulke dingen aan het spelen was, Yu-Gi-Oh! Aan het spelen was. Er is één kaart, dat is like de Celtic Warrior, toch? Een soort Zelda karakter. Maar dan is het de tweede versie daarvan als een special effect. Weet je hoe dat heet? Wat? De obnoxious Celtic Warrior. Oh, het is wel een running gag in Yu-Gi-Oh! Bristol ook. De passive aggressive Celtic Warrior. Wat de passive aggressive like, Celtic Warrior doet is wel dat die like, niet doodgaat door monsters die hoger dan 1900 aanvalskracht hebben. En dit is de anxious Celtic Warrior. The fuck is dat fucking daar, man? Dat zit erop, nou, just Celtic Warrior. Het is geweldig. I guess hij is like the atheist dat bij zijn koning gaat. Van, hey, koning, God bestaat niet echt. Like, motherfucker, als het niet zo goed, dan zou ik je hebben onthoofd worden. Maar iedereen is gesilenced. Ja, yeah, Noe kan silencen. Noe debufft iedereen. Maar het is like, whatever. Ja, yeah, whatever. Oh, wat kun je nog steeds doen? Ik kan steeds je normale aanval doen. Ah. Dus ja, het is gewoon een magische debuff. Zo. Je kan niet meer healen. Nee. Maar fuck, je kan nog steeds je ultimates gebruiken. To be honest, moest ze ook maar silencen. Bij silencen. Nee, dat is een andere. Dat is een separate silence. Ja? Er zijn twee. Ja. Oh, dan is dat ook een soort van curse of zoiets. Ja, zo'n beetje. Zo fucking obnoxious deze paarse dingen, dat je niet eens weet of de hooi er tussenin zit of niet. Het zou nog erger zijn wanneer je tegen een fancy vecht die ook een paarse aura heeft. Heeft Sherbert niet een paarse aura? Ja. En Zeke. En Ethel. En Apollonius. In gevechten bedoel ik, hè? Ja, in een baasgevechten. Ja, elke baasgevechten, ja. Oh, the god. Stel je voor dat je New Game Plus aan het spelen bent. Of nee, je speelt gewoon het spel opnieuw, niet New Game Plus. En dan heb je Ethel, de Paralyzed Mode. Maar je bent zo gewend dat Ethel in je party zit, dat je bent vergeten dat ze niet in je party zit. Dat ze een baasgevecht is. Lol. En dan heel jaar. Een vol heel. Ach, waarom heeft de baas vol HP? Oh. De baas op een HP? Oh, wacht. Oeps. Waarom bedenken aan een video waar iemand zit te douchen, like in bij het zwembad of zo. En iemand naast hem. Pak de shampoo en spuit gewoon boven zijn hoofd de hele tijd. En op een gegeven moment gaat die gast in paniek van, het blijft verschuimen, het blijft verschuimen. En dan blijft maar door. Het is
zo, ja, Jesse zat even lekker rustig naar de muziek te luisteren, dat zie ik. Ja, ik zit naar de muziek te luisteren. Fuck it, het is zo prachtig. Ik heb like, één video te kijken waar een of andere man, like, fucking Olympic State op straat. Dat was like, de man was like, door de straat heen en aan het rennen, springde in zandbak en alles. Op een gegeven punt zat hij bij een supermarkt. Daar zat dus een of andere like, kokosnoot, toch? In een van de sports moet je natuurlijk een zware bal gooien. Een kogel gooien, toch? Ja. Hij pakte dus een kokosnoot en gooide hem als een kogel. En toen zat natuurlijk een van de mensen die werkte bij de supermarkt dat hij dat deed. En sloeg hem op zijn hoofd. Met een fucking... Met wat... Met een bak. Ah. Pippen is een beetje in de Neptunia gekocht, laten we eerlijk zijn hier. Ja. Ik bedoel, hij zit 30 gezien in Victory 2. Oké, hoe zat dat ook weer? Is dat je dat vergeten? Is dat te zien? Het is like Bisha's vriend. Dat is wel gezien. Nou, word geboren als een fucking insect en sterf, motherfucker. Helaas gaat hij voor een lange tijd niet sterven. Nou, je is dan. Ik ben niet gestemd, hoor, dit apart. Jongje. Makes sense. We moeten wat anders doen. Nee, maar het ziet helemaal niks goeds. Niet deze stream. Nee, zelfs bij zijn dood zijn een idioot geweest. Met de eerste route ging het tenminste in een flashback van Fang, ik ben niet met mijzelf. Je moet me vermoorden nu. Kom, stop met me proberen te redden. Hier is gewoon van, fucking god, jou. Geef me zo'n lightsaber wanneer hij oud genoeg is. Ik fucking hou van dat. Ja, het staat om Apollonius te healen, Ennis. Oh, ben je niet excited? Ennis, ben je niet excited? Ja, maar ik wil nu even de resultaat zien. Oh no. Helaas is het leven niet zo simpel. Natuurlijk, ook een keer moeten we die fucking godin herstellen. Is niet te geloven. Is het niet juist een godin schuld dat dit alles is gebeurd? Ja, nou, ik bedoel. Ik bedoel, misschien met de godin's kracht kunnen we dit herstellen. I wish a world filled with pancakes and ice cream. Weet je wat, dat is perfect. Fan 2018. Weet je wat, dat is perfect. Want
Nou ja, ik wens een wereld met catgirls en lollies. Dus like, iedereen, iemand hoeft meer slecht te zijn, want we hebben deze twee dingen. Dat is juist het probleem, dus niet iedereen kan die dingen hebben, dus ze zijn nog steeds rapist. Nee, iedereen, het is voor iedereen. En kidnappers. Nee, het is voor iedereen. Iedereen krijgt één mens. Everybody gets one. Everybody gets one. En natuurlijk hebben we de Dolly Abuse Protection Squad voor dat. Maar wat nou als we juist, like, wat nou als iemand een harem wil van plaats van eentje? Nou, dan moeten ze gewoon hun best doen met charisma, want je hebt, dus iedereen krijgt één lolly, maar er zijn ook een voldoende die independent zijn en dat niet no human. Dus dan zouden ze gewoon hun best moeten doen. Ze dus, kamparen is een beetje, no, it's not, but I can't help but wonder what I've accomplished after spending all this time with her. It's dumb to think about, I mean, you pretty much pulled her what and white. Ugh. Fang, that's way too blunt. It's true, though. You're Ethel's partner, so sometimes you have to be strict with her. Oh, so fairies can be strict with their partners, good to know. Okay, Fang, then I'm gonna... Oh, I'm okay, I'm the one that has to be strict with you in our relationship. Nou, maar ik heb nooit op pauze gezet. Ik zat de hele tijd te roepen... Jessie's... Tatsuke... Tatsuke... Want je moest opeens... Like, je zegt niet eens pauze, je rent opeens er vandoor. Ik moet er vandoor heen. Dus ja, maar je zei niet pauze of zoiets. Oké, sorry. En je zet ook de microfoon niet uit, wat ook de reden was waardoor ik niet zo zeker was. Ik kon alles horen. Maar het ding is, er is de microfoon van de Discord is anders dan mijn microfoon hier. Dat is waar. Zo, ik heb al nog meer redenen waarom het zo moeilijk is. Maar ja, ik moest wel gewerkt hebben en sorry, het is like... Ik moet met iets boodschappen doen. I guess. Niet dat ik slecht ben in sparen, toch? Want het is like 43 euro per week en zover, ik geef niet eens 20 uit. Ik ga het niet hardop zeggen, maar ik krijg niet 20 uit een boodschap per week. Dus like, weet je, ik heb goede net uitgaven. Alleen het probleem is, ik moet de uitkering hebben voor de studie en de zorg de kosten. Yo, I haven't been feeling so well lately. Oh no, fucking Thanos, het houdt nooit op. Are you okay? The fairies like get sick. I don't know, I can't say for sure, but perhaps something is wrong with Carl, though. Ja, dus er is een reden waarom ze zo zich voelt, just saying. I can't stop thinking about that Genome woman. What, you got a thing for her? That's pretty messed up. Aye. No, that's not what I meant. I mean, she didn't even exist in her old world, yet she's at the center of this one. But I'm not sure what good can come from dwelling on it. Misschien is het gewoon een of andere persoon die, like, in onze oude wereld, like, niks... Geen, like, wat zou ik zeggen, kans zag. Oh nee, jij zat zo, is het zo, echt fout, hè. Dus, dan eigenlijk, nee, weet je wat, misschien heb je gelijk, like, misschien zou het toch zien van, nee, nu is niet de tijd. En nu is het hier te kijken van, nee, hier is de tijd. Precies, like, wat heeft Sherman gedaan? Heeft hij, like, bijvoorbeeld Dorven aangevallen, of was Sherman een goede, like, rechterhand of zoiets? Ja. Wat Sherman misschien daarvoor niet was? Oh no, Lola geeft geld uit, the shit is dit. Dit is worst. Oh man, oh no, dit is terrible. Met u richt tot naar beneden. Oh, dat. Ja, dat. Ik had verloofd tegen haar, dus ik moet geld teruggeven. Ah, dat is waarom je depressief is. Goed. Well, I do feel really bad about it. I see why I don't want it. Huh? I don't want it, but it's money. Yeah, I know that, but I already used it to pay you. It would be totally uncomfortable for me to take it back now. Money is way more valuable than whatever weird kind of all my dad is. Stupid fuck. You really want to give it back that badly? I mean, it breaks my heart to give away money if I don't need to. Okay, so then don't. But I won't feel right if I don't. This is getting us nowhere. Oh, I know. How about you treat me to lunch if we call it even? It just so happens I'm hungry, okay? That's all you want? Lunch? Yep. Even if I did take your money, I'd just spend it on food anyway. Just so you know, I'm not gonna spend that much on one lunch.
Come on, don't be so stingy. Use that money, you paid to fill my belly. I guess I don't have a choice. Fine, I'll take you to a great restaurant. I know where I can fill you up for cheap. Great restaurant for cheap. We gaan naar de McDonald's. Nee, dat is copyright. Dat is het copyright. McDonald's, my bad. Donald Mac. Donald Mac. Dat wordt wel lekker een hoofdvijand in een van mijn boeken op een dag. Donald Mac. Nee, oké, hier gaan we. Main character Donald. Nee. Het is de McDonald's, maar het is... Nee. Het wordt grappig best wel slecht. Het is laag kwaliteit, niet eens cringe kwaliteit. Het is niet eens goed genoeg om cringe kwaliteit woord grappig te zijn. Dat is Mother's cum, Donald. Nee. Nee, laag kwaliteit grappig. Donald Mac was goed genoeg, Dennis. Maak eentje. Of laat het gewoon op Donald Mac. Lek Donald's. Zeg opnieuw. Donald's. Lek Donald's. Alles lekt eruit. Lek Donald's. Nek Donald's. Het is gedaan, dus schraffen. Exactly. She just came out from a strange direction and tried to revive the found god. Now I understand. No matter what I do, you wish for me to you wish to see me as a good person. Why am I getting a bad feeling about this? Lady Mariana, your face is really scary. I will make sure you come to totally understand I'm not a nice person. Smile. What the fuck? Sorry, I got a good game today. What if you want SMM play? No, thank you, I'm good. It's too late for apologies now, then. Oh my! Oef. Ah. Zo, Cass, ze heeft uiteindelijk de speer gebruikt. Ze heeft de speer gewipt. If you have the fate drop, then I'll be able to help too. You won't have to rely on the wine. Oh, come on, it's not like the goddess's power is all you're good for. You've already been a huge help. Huh? Wow, that was really nice of you to say. Are you feeling okay? That wine didn't break your brain or anything, did it? Damn it, I say something nice and normal once in a while and this is my thanks I get. Hey, old man, how the Polonius seem to be doing? I gave him the antidote, but I'm not sure we can get to Hopeful just yet. I see. Well then, guess I will just have to wait a minute. Fate drop, does that mean it makes you believe in the goddess less? Fate drop, I see. My goodness, Ethel, I had no idea you were such a master of theology. She's not, she just needs a dictionary. And it says fate drop, dus moet je toch... Dat is logisch toch? Fate drop, some kind of legendary item, right? You're not gonna sell it. You didn't even let me finish. The fate drop, an item that draws out the power of the goddess. Fine, the goddess of fate naar beneden haalt, want het is fate drop. No, don't worry. I no longer need it for myself, but still. If things had gone even a little differently, perhaps I should be searching desperately for myself. And then I found myself into... Wat was de naam ook alweer? Die ene Hollywood persoon die... Ik vond mezelf in... fuck, wat was dat? Ik ben zijn naam ook vergeten. Dat ene Joodse kamer. De ene Hollywood persoonse kamer. I found myself in this hotel. I suddenly found myself in this hotel room. Het is zomaar gebeurd, ik weet niet hoe. Oh not, I'm all out of snacks. Are you still drinking? You're a mess. As long as you're here, why don't you pick me up some more snacks? You got some balls. I'd love to join the famous club and drink their expensive wine. I really wouldn't if I were you, nothing good can come from it. Ze noemen het de Harvey Weinstein effect. Suddenly ending up in Weinstein's hotel room. Well, I suddenly found myself in Weinstein's hotel room. How did that happen? Het heeft een Wikipedia artikel. The Weinstein effect. The Weinstein... Holy shit, wacht, the Weinstein effect. Holy shit, it is connected. Harvey Weinstein is bij de Septering Club.
Weet je, ik kan zeker weten dat Harvey Weinstein sexual misconduct deed. Maar ik denk ook dat er heel veel vrouwen zijn. Ik dacht van, nou, ik vond mezelf in zijn hotel. En opeens heb ik gewoon seks met hem gehad. Ik weet niet hoe dat is gebeurd. Toen ben ik vergiftigd, dus eerlijk, ik zweer het je. Harvey Weinstein was alleen een persoon die ongezet voor een plant ging masturberen. Samen met de trap. Harvey Weinstein is de ene die zegt, kom op alsjeblieft, klap. I know, dat was de meest zieligste ding ooit. Please let me wave. He's like, no. Oh, and I'll sit in his bathtub. Sad. It's like... Harvey Weinstein is een van die fouten in Hollywood wereld. Hij kan niet eens een goede slechterik zijn, dat is het probleem. Exactly. Onthoud. En hij is gewoon, en hij is volgens mij de meest kinderachtige persoon in de Hollywood business. Er zijn nog veel meer verstopt daarin. Er zijn nog veel ergere mensen daarin. Ah. Zoveel kindsterren zijn daar verkracht. Ugh. En de politie zal het nooit weten. Weet je en wat? Zoveel vrouwen zijn in Hollywood gekomen dankzij de casting couch. Alle lollicons zijn idioot. Het enige wanneer hoe ze de politie over te ontwijken is gewoon ook bij Hollywood zitten. Exactly.